ben bij Rick Segers in Wellerlooi. En ik heb een heel mooi melkveebedrijf. En wij kwamen op Facebook wat tegen over een wedstrijd waar jullie mee doet. En daar waren we nieuwsgierig naar, vandaar dat ik hier ben. Vertel eens erover. Ja, ik dus even pakken. Nee, allereerst leuk dat jullie er ziet en dat het jullie opgevallen is. We hebben heel veel ons best gedaan om het over rond te spammen. Maar we doen inderdaad mee aan een wedstrijd. Ja. Dan heet de Dutch Dairy Challenge. En dat is een wedstrijd voor koeienboeren. En dan moeten ze eigenlijk in 100 dagen een idee uitwerken tot een praktisch concept. En daar doen wij aan met. En wij zien als een van de 8 boeren uitgekozen om daar aan mee te doen dit jaar. Dus we zitten nu op dag 50, dus we zien halverwege. Ja. En misschien is het wel leuk als ik even wat uitleg over wat ons idee dan is. Ja, zeg maar. Ja. Ja. Ons idee was om iets met het vlees van de koeien te doen. Want wij maken melk, dat is eigenlijk onze hoofdtak. Ja. Maar als die koe geen melk meer geeft, dan gaat die weg, dan werd die geslacht voor vlees. Ja. En wij vonden het eigenlijk jammer dat die koe, die is 5 tot 10 jaar bij ons geweest, dat die dan gewoon in de anonimiteit verdwijnt, zeg maar. Ja. En wij denken dat we een mooi verhaal hebben op onze boerderij. En dat verhaal, dat willen we een beetje metgeven aan dat vlees. En zo kunnen we dat een mooie identiteit geven. Ja. En we willen ook nog wel wat meer doen met dat vlees. Dus het is niet alleen vlees van een melkkoe. Dus echt de Hollandse melkkoe hier uit de Maasduinen. Maar we willen die koe ook nog een pensioen gaan bieden. Ja. En dat kunnen we heel mooi, omdat ons boerderij ligt hier tegen het Nationaal Park aan. Ja. Dus we hebben zelf, ja, we kijken er nou op uit door, ja, een stukje Nationaal Park. En daar willen we eigenlijk volgend jaar ook die koeien laten lopen, dat ze van een pensioen kunnen genieten. Dus als je bij ons dan een stukje vlees kapt, dan zie ik je ervan verzekerd dat die koe ook nog een mooi pensioen hebben gehad. Buiten dat ze hier natuurlijk ook alle gemakken hebben. Dus, ja, 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 ja. Dus dat kunnen we ook nog wel even laten zien hoe goed die dames het hier hebben. Dat is wel te zien als ze het goed hebben. En ik zag ook iets van proefpakketten. Ik kwam ook nog voorbij, zag ik. Ja, dus wij hebben heel veel ideeën en in de wedstrijd werden we ook een beetje geholpen. De mensen die daar zogenaamd verstand van hebben, of die hebben er verstand van, ja, wat ja, ik zeggen. En die zeggen van, jullie hebben allemaal hele goede ideeën en zo, maar voordat je dat helemaal gaat ontwikkelen, moet de eerst eens kijken, wat willen die mensen nou? Want ik kan wel melk of vlees maken wat een man behoefte aan heeft, dat heeft geen zin. Dus wij hebben het omgedraaid. Daarom hier de dag nog proefpakket. We laten de mensen nou eens eerst proeven van het vlees. Ja. En als ze dat proefpakket krijgen, Stef Soldaak, nou, kwam dan met een doos aangelopen daar. Ja. Er zitten ook 3 verhalen in. En die 3 verhalen zijn allemaal een beetje, kloppen alle 3, we zijn allemaal een beetje anders ingezet. En dan willen we eigenlijk van de mensen huren van, wat vinden jullie nou het verhaal wat het meest aanspreekt? Nou, dan zullen we Stef er eens even bij gaan roepen. Ja, kom maar eens even met de doos, Stef. Kijk, dus deze doos had ik even bezig komen op internet. Die doos heb ik gezien, ja. Ja, en wat ik zei, daar hebben we dus, dit is nog leeg qua vlees, maar er zitten dus 3 verhalen in. Ja. En mensen kunnen er nou scannen met de QR-code en dan komen ze automatisch op onze website met een enquête. En dan kunnen ze aangeven wat ze nou belangrijk vinden aan dat vlees, zeg maar. En op basis daarvan kunnen we die vleespakketten eigenlijk nog beter maken en precies zo maken wat de mensen willen. Maar hoe komen ze aan zijn proefpakket? Ik heb het toevallig op Facebook voorbij zien komen, maar hoe komen ze aan zijn proefpakket? Misschien weet jij dat wel, Stef. Ja, we zijn nu denk ik sinds een week actief op Facebook en Instagram. En via daar posten we van alles en dan verwijzen we daar naar onze site www.segersmelkvee.nl. En daar kun je eigenlijk heel makkelijk ook pakket bestellen. Dan komt de bestelling bij ons binnen en via de handen wij het persoonlijk af. En dan kunnen we het opkomen halen of we bezorgen het. En dat zijn eigenlijk de enigste kanalen waar we nu adverteren. En misschien in de toekomst komen we nog in dorpsblaadjes te staan. Ja, dus, ja. En nou via de televisie. Ja, en nou via de televisie, ja. Dat is een hele mooie weg, ja. Nou Rick, nou lopen we de stal in. En wat kun je mij hier even vertellen? Ja, ik kan er wel heel veel vertellen. Ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar wat het bijzondere is van onze stal is dat die koeien eigenlijk helemaal vrij zijn om te doen wat ze willen. Ja. Dus we zien daarachter allemaal robots. Daar werden de koeien 24 uur per dag gemolken. En achter ons staat ook een robot dat voert de koeien, zeg maar. Dat schuift dat de hele dag aan. En hier in de stal loopt ook nog een robotje rond. Dat poetst alles schoon de hele dag, zeg maar. Nou. Die koe is niet zindelijk, dus dat doen die robots voor ons. En als die koeien ook nog een massage willen, dan kunnen ze dat daar ook nog doen. Dan zitten ze een borstel er hangen. Als die dat koe eronder loopt, dan werd die ook nog gemasseerd. Oh.
Dat is wel mooi. Ja, en die koe die let ook nog op hele zachte matrassen. Dus lekker zacht. Die eigenlijk nog zachter zien dan in de wei. Maar het mooie van hier de boerderij is dat die koeien eigenlijk vrij zien. Dus die zien vrij te vrijheid wanneer ze willen, melken wanneer ze willen. En vandaag gaan ze ook naar buiten. Dan mogen ze ook voor gewoon zelf kiezen als ze naar buiten willen. Dus als ze zeggen van ik vind buiten geen mooi weer, dan blijf ik lekker binnen. Dan is dat de keuze van die koe. En als hij zegt ik vind het nou lekker buiten, ik ga s'avonds nog even op het terras zitten bij wijze van. Ja, ja. Dan kan ze kiezen om naar buiten te gaan. Ja. En verder is ook nog een keer vrij om te kiezen, want je huurt dat hier al een beetje zijn bel klingelen. Hè? Ja, ja. Dat is het echte Zwitserleven gevoel hebben we hier. Dat is van hier lopen twee stieren rond. Ja. En die dekken de koeien ook op een natuurlijke manier. Dus, ook wanneer ze willen. Wanneer ze willen, helemaal vrij. En ze kunnen dus ook nog de partner kiezen. Daar zien ze ook nog vrij in. Dus ze vrij zien de koeien hier. Dat is wel mooi. Want vroeger was het gewoon. Smijn ze 5-6 uur weer gemolken. En dan moesten ze maar wel wachten de hele dag. Ja. Of ja, tot 's middags of 's avonds. En dan hier is ze. Dus hier. Inderdaad doen we neer ze zelf. Het mooi is dat. Ja, voor die koe is dat heel mooi. Ja, en voor ons natuurlijk ook. Want we zeggen wel eens, vroeger werkten wij van 6 tot 8. En nu werken wij van 8 tot 6. Dus we hebben veel sociale leven. En dat is wel belangrijk. Ik heb ook een gezin en jonge kinderen. En dat is gewoon het belangrijkste. En gisteravond, we moesten om 7 uur ook op het terras zitten. Want we moesten om 10 uur er weer af. Dus dat is wel mooi dat we als boeren daarvoor ook gewoon kunnen doen. Ja. Ja, ik zie dat onze cameraman ook gezelschap had van de koe. Ja, een koe is een heel nieuwsgierig dier. Ze werd al gesnuffeld, dus ik denk de klier kunnen daar ook mooi in de was. Maar, ja, de mensen zelf zien dat niet, maar er stonden dus nu 3 koeien achter de cameraman aan de cameraman te snuffelen. Ja, maar dat is wel mooi. Dat, ik vroeg straks al van is dit dan biologisch, maar als ik dat zo hoor, vind ik dat. Het hoeft geen stempel te hebben, maar ze zien wel zo vrij dat onderhand. Ondervalt, vind ik. Ja, nee, maar heel veel mensen komen wel eens als ik mijn verhaal uitleg, is dit dan biologisch? Nee, officieel hebben wij dat stempel niet. Heel veel dingen zien we dan net niet biologisch en sommige dingen gaan we ook wel verder als biologisch. Ja. Dus ik haal er niet zo van een stempel. Mij moet er gewoon op mijn blauwe ogen vertrouwen en kom het maar gewoon kijken en ook net als zoals Gilly hier ziet van wij laten het geer zien hoe wij dat doen en dat is dadelijk met onze proefpakketten en vleespakketten ook als je die af wilt komen halen loop gerust een rondje op de boerderij wij laten door die geer zien hoe we dat doen en dat werkt volgens ons veel beter als een stempel op die verpakking. Ja, want dit is ook een familiebedrijf. Dit is van jou, maar ouw vader werkt hier, ouw broer Wout werkt hier, Stef. Dat we net zagen, is een neef van nou, dus het is ook eigenlijk een familiebedrijf. Ja, zeker. Dat is eigenlijk van oorsprong. We zien nu zeg maar derde generatie op deze locatie. En ze weten als ik terug kan gaan in mijn historie, zien het allemaal boeren geweest. Ja. En ik ben nu derde generatie. Ik heb toevallig vorig jaar het bedrijf overgenomen van ons pap. Ja. Maar de rest van de familie is hier ook nog geregeld te vinden, ja. Ja. Ja, sorry mensen dat ik moet lachen, maar dat wordt aan het oor geknabbeld van André de cameraman. Nou, we maken dadelijk ook nog wat moois met, want ze komen vandaag naar buiten, hè? Ja. Nee, één keer per jaar dan is het feest bij ons op de boerderij. Dan mogen de koeien voor het eerst weer naar buiten. Ja. Zwinters staan ze lekker binnen als het slecht weer is, net als wij lekker voor de kachel zitten. Ja. En zodra het mooi weer is en ook de wei er goed zat voor is, want het had, nou was het mooi weer, maar heel veel geregend. Ja. En onze koeien hebben geen zwemdiploma A, dus we moesten toch even wachten. En, dus nu hebben we alles klaar ervoor en hebben ook mensen uitgenodigd om dat te laten zien. Dat doen we eigenlijk de laatste jaren steeds. Ja. En dat is wel leuk, dan komen daar wat mensen en voor de kinderen die kunnen wat struibalen klimmen en klauteren. En dat is altijd een heel mooi gezicht, ja. Ja, dat is zeker mooi. Nou, dan gaan we dat dadelijk zien. En wat was ook alweer de website waar ze dat konden doen met die proefpakketten en stemmen? Ja, en je kunt eigenlijk alles van ons vinden op zegersmelkvee.nl. Ja. Dat is Zegers met een Z-double-E. Daar staan onze proefpakketten op. Maar je moet wel snel zien, want we hebben er nog maar een paar. Ja. Dus ze zien hartstikke uitverkocht. Maar we gaan snel aan de slag dat we een volgende koe en zover hebben. En dan hopen we ook al wel reacties van mensen te hebben. Want sommige mensen vragen al, kan ik dat vlees op de barbecue doen en zo? Natuurlijk, alles kan op de barbecue. Maar we gaan wel een paar speciale pakketten maken voor op de barbecue. En verder kunnen we ons waarschijnlijk ook terugvinden in de lokale horeca in de toekomst. Daar hebben we nou ook gesprekken met. We willen wellicht een speciale Maasduinen carpaccio maken.
En wat hamburgers zijn ideeën. Dus je zit daar niet van ons af. Nee, dat is heel mooi. Nou Rick, ik zou zeggen heel erg bedankt voor het gesprek. En ja mensen, helemaal op het eind zie ik jullie nog een stukje dat koeien naar buiten gaan. Dankjewel. Heel gedaan. Leuk dat jullie er waren.